Eindexamen natuurkunde voor VWO 2014. We zijn aanbeland bij opgave 4 en opgave 4 heet strategiebepaling bij wielrennen. De eerste vraag voor opgave 4 is vraag 15. We krijgen een meetrapport waarin de kracht die een wielrenner uitoefent op een pedaal in de loop van de tijd is weergegeven. En de vraag is, bepaal aan de hand van deze grafiek het vermogen van deze wielrenner. We krijgen ook een hint. De hint is, schat de gemiddelde kracht in die de wielrenner tijdens één omwenteling uitoefent. Nou, laten we eerst even kijken naar de formules. Er wordt uiteindelijk een vermogen gevraagd. En de wielrenner is een arbeid aan het uitvoeren. En we hebben een formule voor vermogen en arbeid. Vermogen is niks anders dan arbeid gedeeld door de tijd. Hebben we ook een formule voor de arbeid? Ja, die hebben we ook. Die is F maal S. Kracht maal de verplaatsing. Maal de cosinus van de hoek tussen de twee richtingen. Nu staat in de tekst gegeven dat het meetsysteem continu de kracht meet die loodrecht staat op de krenk. En dat houdt ook tevens in dat de kracht die gemeten wordt altijd dezelfde richting heeft als de beweging waarin de trapper zich beweegt. Dus die hoek is 0 en de cosinus van 0 is 1. Dus deze factor kunnen we eigenlijk gewoon wegstrepen. De arbeid is gelijk aan de kracht maal de verplaatsing. Dan moeten we even de gemiddelde kracht zien te bepalen. Die is best lastig, want het is een vervelende grafiek. Gelukkig mag je in het eindexamenmodel mag je er best wat van afzitten. Als je het nou heel netjes doet, dan kom je uit tot ongeveer deze waarde. 190 newton. De gemiddelde kracht die deze wielrenner gedurende één omwenteling uitoefent. 190 newton. Hoe groot is de verplaatsing tijdens één omwenteling? Ja, die verplaatsing, de voet beweegt natuurlijk in de cirkel. En de verplaatsing is niets anders dan de omtrek van deze cirkel, 2 keer pi keer r. En wij weten de lengte van de krenk en die is gelijk aan die straal r. Die is 17,5 centimeter, 0,175 meter. De arbeid is die gemiddelde kracht maal de afgelegde weg. Dus we kunnen de arbeid uitrekenen. Die is die 190 newton maal die 2 pi maal 0,175 meter. Nu moeten we natuurlijk niet vergeten dat de wielrenner twee benen heeft. En als de ene voet deze beweging maakt gedurende één omloop, dan zal de andere voet dat ook doen. Dus de totale arbeid is twee keer zo groot. Nu kunnen we ook het vermogen uitrekenen. Want het vermogen is die arbeid gedeeld door de tijd waarin dit plaatsvindt. Ja, dan moeten we nog even die tijd bepalen. We moeten de omlooptijd, de periodetijd bepalen. Dat kan ook in deze grafiek. Ik heb hier twee omlooptijden gemeten. Ik heb daar twee lijntjes bij gezet. Ik kan het aflezen en dat levert mij een gemiddelde omlooptijd van ongeveer 0,71 seconden. Nou, nu hebben we alle gegevens. We kunnen het gaan uitrekenen. Het vermogen is gelijk aan de arbeid delen door de tijd waarin dat gebeurt. 0,71 seconden. En als je dat netjes uitrekent, dan komt er uit 5,9 maal 10 tot de macht 2 watt. Vraag 16. Bij vraag 16 wordt gezegd, deze wielrenner kan een topvermogen van 600 watt ontwikkelen gedurende 7,5 minuut. En wij moeten zien te achterhalen bij welke snelheid hij dit topvermogen kan genereren. En we krijgen hierbij een plaatje waarbij staat uitgezet bij verschillende snelheden hoeveel vermogen hij nodig heeft om alle wrijvingskrachten op te heffen en hoeveel vermogen hij nodig heeft om tegen de berg op te gaan. Hoeveel vermogen hij nodig heeft om te zetten in zwaarte-energie. Nu weten wij dat hij in totaal 600 watt te verdelen heeft. Dat gaat voor een gedeelte zitten in het vermogen om de hoogte op te heffen en voor een gedeelte in het vermogen om de wrijving op te heffen.
We moeten uit de grafiek zien te bepalen bij welke snelheid dat op gaat treden. Bij welke snelheid het vermogen van de hoogte plus het vermogen van de wrijving samen 600 watt is. Nou, dat is een beetje een trial and error. Dan hou je je geodriehoek verticaal en dan schuif je van links naar rechts. Totdat die twee afgelezen waarden samen 600 watt zijn. Nou, ik heb dat hier ook ongeveer gedaan. Ik kwam uit bij een waarde van ongeveer 6,5 meter per seconde. Dus bij 6,5 meter per seconde zal hij in totaal 600 watt vermogen nodig hebben om vooruit te komen. Dit kan hij 7,5 minuut volhouden. En de vraag is, welke afstand kan hij afleggen? Als we de snelheid weten, en de tijd ook, dan is de afstand die hij aflegt is natuurlijk niets anders dan v keer t. Nou, zijn snelheid is 6,5 meter per seconde. En hij kan dat 7,5 minuut volhouden, maal 7,5, maal 60 seconden, want we moeten natuurlijk wel alles in seconden omrekenen. En als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan komt er uit 2,9 maal 10 tot de macht 3 meter. 2,9 kilometer voor de top kan hij beginnen met zijn jump en dat houdt hij dan precies vol.